Welkom! In deze les gaan wij het hebben over zuren en bazen in water die ook wel eens evenwicht geven. We gaan het begrip sterke zuren, zwakke zuren, sterke bazen, zwakke bazen uitleggen. Nou, een heel simpel verhaal in eerste instantie. Er blijken zuren te zijn die als je die in water doet, dan geeft dat een veel sterker zuurder oplossing, veel meer H2O+ levert op dan als je dezelfde hoeveelheid van een ander zuur toevoegt. Zuren die heel veel H2O+ opleveren noemen we sterke zuren. Nou, wat is nou het hele punt? Bijvoorbeeld HCl, als je die in water doet, reageert met water, krijg je H2O+ en CO minder uit. Maar dat geeft een aflopende reactie. Dat betekent dat alle HCl wordt omgezet, staat alle HCl-moleculen staan H+ of een H2O en krijg je H2O+ en CO minder uit. Dus de oplossing bevat alleen nog maar H2O+ en CO min. Dat zie je in de tekening, moet je je zo voorstellen. Er is geen HCl meer, alles is H2O+ en CO. Aflopende reacties, dat noemen we sterke zuren. Die geven altijd een aflopende reactie. De andere groep van de zuren, dat zijn de zogenaamde zwakke zuren. Zwakke zuren geven dus een evenwichtsreactie in water. Dat betekent bijvoorbeeld waterstoffluoride. Als je die 1 mol van het water doet, dan zal daar misschien 10% maar van die moleculen maar hun H+je afgeven aan een watermolecuul, waardoor de H2O+ en F- vrijkomt. In een oplossing van waterstoffluoride zal dus altijd al deze deeltjes aanwezig zijn. Want zijn evenwichtsreactie gaat naar rechts, gaat weer terug naar links. En als je dus een oplossing kijkt, zie je dus inderdaad HF-moleculen, maar je ziet ook F- en je ziet ook die H2O+. Dat noemen ze dus zwakke zuren, geven evenwicht in water. Nog een begrip wat nog alles wordt gebruikt hierbij ook. Je zag het net misschien ook al staan. Als een zuur met een baas reageert en die zuur staat een H+ af, dan krijg je dus in dit geval die HF, die wordt dan F-. F- noemen we ook wel de geconjugeerde basen van de HF. En geconjugeerd is gewoon een heel moeilijk woord voor bijbehorend. Dit is de bijbehorende basen van HF. HF, het zuur, zal altijd de bijbehorende basen F- opleveren. Zo zal de basen H2O, als je op de basis reageert, de bijbehorende zuur H2O+ opleveren. Dus dat is een soort van koppeltje. Zul je straks in de binastabel, waar we zo naar gaan kijken, ook terugzien telkens die koppeltjes. Goed, dit verhaal heb je ook voor de basen. Je hebt sterke basen, die geven een aflopende reactie in water. Zoals bijvoorbeeld O2- met water, krijg je een aflopende reactie. En je hebt ook zwakke basen. En zwakke basen, zoals C3- geven met water een evenwichtsreactie. Niet alles wordt omgezet. Nou, dit verhaal van die sterke zuren en zwakke zuren en sterke bazen en zwakke bazen, daar is ook binastabel 49 ingericht. Binastabel 49 is een hele belangrijke tabel die we vanaf nu af aan regelmatig gaan gebruiken. Er staat hier een hele lijst, in de linker kolom, staat hier ook even wat schematisch weergegeven, staan de zuren. En die kolom, die tabel gaat verder op de rechter bladzijde, dus het rechter gedeelte moet je hier onder de linker bladzijde denken. En in de rechter kolom staan de bazen, de bijbehorende bazen bij de zuren. Dus als je bijvoorbeeld naar de eerste kijkt, het zuur HClO4, als die de H+ afstaat, ontstaat de bijbehorende basis ClO4- en andersom. En zo staat dus in elke regel, weet je al meteen, wat het oplevert. Dat kan je zelf ook opdenken, zo moeilijk is het niet. Nou, die zuren zijn ook gerangschikt op hun ster en de bazen ook. Het sterkste zuur staat helemaal links bovenaan, dat is dus dat HClO4. En elke regel dat je naar beneden gaat, wordt het zuur zwakker. En wat bedoel ik daar nou mee? Daar bedoel ik mee een zuur die heel sterk is, die wil heel graag H+ afgeven, als een malle weggeven. Die daaronder vindt het al iets lastiger. En hoe lager je komt, hoe meer moeite ze hebben met hun H+ af te staan. Nou, en daar helemaal onderaan heb je dus de allerzwakste zuur. Als we dan bij de bazen kijken, is dat precies het tegenovergestelde. En dat kan je ook wel voorstellen. Het sterkste zuur, dus HClO4, wil als een malle H+ afgeven, dan wordt hij ClO4-. En als hij dat is geworden, dan is hij net zijn H+ kwijt, hij is super blij, dan wil hij ze ook niet meer opnemen. Dus die bijbehorende basis, ja, dat is eigenlijk zelfs geen basis meer, want dat was een aflopende reactie. Dus die bovenste groepje van de basen, dat zijn zeer zwakke basen, noemen we dat. En eigenlijk zijn dat geen basen. Die kunnen geen H+ meer opnemen, dit geeft een aflopende reactie, wordt volledig omgezet in water tot die. Waarom staan ze dan wel in de binas? Nou ja, ze horen wel bij dat zuur, dat komt eruit, dus dan geven die informatie toch ook. Nou, dat is dus logisch, dus een sterk zuur levert een hele zwakke basis op. Andersom dus, alle zwakste zuren, dat zijn de zeer zwakke zuren onderaan, dat zijn de zuren die uiteindelijk juist niet een H+ willen opnemen. En daar hoort dus een hele sterke basis bij. Dus de allersterkste basis staat hier rechts onderaan. O2- is de sterkste basis. En hoe hoger je komt, hoe zwakker die basen worden.
En hoe minder makkelijk die dus een H+ wil opnemen. Nou, nu we dat weten, er is ook nog ingedeeld op wat is nou een sterk zuur, wat is een zwak zuur, wat is een sterke basis, wat is een zwakke basis. Alle zuren vanaf HBO+ en hoger noemen wij de sterke zuur. Als je die in water dus doet, krijg jij een aflopende reactie. Krijg je dus iets eruit wat eigenlijk geen basis meer is. Alle zuren onder de HBO+ tot en met de HVO hier op de link op de rechter bladzijde, dat zijn allemaal zwakke zuren, geven allemaal evenwichtsreacties in water. Onder de H2O zijn ook nog zuren, dat noemen ze de zeer zwakke zuren, zijn eigenlijk niet echt zuren. Die staan daar alleen maar omdat ze horen bij die sterke bazen die hier rechts onderaan staan. Alles onder de OMIN, dat zijn de sterke bazen. Die geven dus aflopende reacties in water. Krijg je dus een zuur eruit wat eigenlijk geen zuur is. De zwakke bazen zijn dus alle bazen tussen de OMIN en de H2O in. Dus van hier tot en met hier helemaal, dat zijn de zwakke bazen, geven evenwicht in water. En daarboven heb je nog het groepje boven de HVO, dat zijn de zeer zwakke bazen, zijn eigenlijk niet echt bazen. Nou, die indeling gaan we nog ook nodig hebben als we zuurbasenreacties gaan noteren. We gaan ons nu even vooral focussen op, oké, hoe zit het dan met die evenwichten? Hey, en als er een evenwicht is, kunnen wij ook evenwichtsvoorwaarden gaan opstellen. Superleuk, kunnen we weer allemaal leuke opdrachten aan koppelen. Een evenwichtsreactie, daar gaan we eens even naar kijken. Dus als wij een zwak zure water doen, krijgen we een evenwichtsreactie. Bijvoorbeeld azijnzuur. CH3COH. Als ik die in water doe en er staat 1H+ staat die af, krijg je CH3CO in en H3O+ eruit. Het is een zwak zuur, dus hij wil dan niet graag een H+ afstaan. Dus in water, wat ook een heel zwakke basis is, gaat hooguit bij 1H+ wordt er overgedragen. En hier kunnen wij, omdat het een evenwichtsreactie is, ook een evenwichtsvoorwaarde voor bestellen. En dat was dat de kade evenwichtsconstante is dan gelijk aan de deeltjes rechts van de pijl, gedeeld door de deeltjes links van de pijl. H2O is het oplosmiddel, dus die laten we altijd weg. Die doe je gewoon eens keer 1. Dus CH3CO keer de concentratie H2O+, gedeeld door de concentratie CH3COH. Dat is de Q en die is gelijk aan de constante. En dan hebben we de evenwichtsvoorwaarde. Dit evenwicht ligt behoorlijk links. Zwakke zuren liggen en zwakke basen liggen het evenwicht sterk links. Dus vooral heel veel van het zwakke zuur zelf. En dit is dat we minder aanwezig in zijn oplossing. Kan je ook zien aan de evenwichtsconstante, die is kleiner, behoorlijk veel kleiner dan 0. Dus de teller is veel kleiner dan de noemer. Noemer is behoorlijk groot. Evenwicht ligt links. Hier hebben we ook nog opgezet, voor sterke zuren staat in de binas dat die evenwichtsconstante, die zuurconstante, veel groter is dan 1. Nou, dat komt omdat die teller gewoon heel groot is. Het evenwicht is er eigenlijk niet, dat is een aflopende reactie. Dus het deeltje links van de pijl is de amper, maar misschien is er nog ergens 1 moleculetje. En dan is die, ja, komt er toch een getal uit die breuk. Nou, mag je even vergeten dit. Oh ja, ik vergeet nog wat te noemen. Je ziet dus inderdaad de binas de bal 49, dus bij elk zuur staat ook die KZ-waarde erachter. Oh ja, Z ook nog even noemen. Die constante, die evenwichtsconstante van zo'n zuurevenwicht in water, dat noemen we de KZ. De Z staat gewoon voor zuurconstante. Als je zelf die letter weglaat, is geen probleem. Het is gewoon een evenwichtsconstante. Maar ik geef wat informatie. Want de KZ, daar hoort ook een afspraak bij. Want er staat hier een evenwichtsconstante in water en er staat alleen maar een evenwichtsconstante in binas. Maar er staat alleen maar een formule van een zuur bij. Nou, wat hoort daar nou bij? Daar hoort de evenwichtsreactie bij. Bij zo'n KZ hoort de evenwichtsreactie van dat zuur dat daar genoteerd is. Als je met water laat reageren en er gaat 1H+ overgedragen worden, krijg je bijbehorende basis die in de regel staat en HBO+. Dus dat is een afspraak. Het geldt altijd KZ voor plus water 1H+. Zo heb je het ook voor de basis. Daar heb je de evenwichtsconstante die de KB wordt genoemd, van basisconstante. Deze evenwichtsreactie op de rechts gedeeld door links, dan krijg je die concentratiebreuk. En als dat gelijk is aan KB, dan heb je een evenwichtssituatie. Wat ik hier ook nog even over wil zeggen. Je kan hier ook dus uit die evenwichtsconstantes afleiden dat de zuren steeds zwakker worden hoe lager je komt. En de basen, hoe hoger je komt, steeds zwakker worden. Want de evenwichtsconstante van de bovenste zwakke zuur is behoorlijk groot vergeleken met het zwakke zuur hier zo. En hoe groter de evenwichtsconstante, hoe meer het evenwicht naar rechts ligt. Dus ik denk dat die makkelijker zijn H+ heeft afgestaan. Nou, dat is de informatie kun je eruit halen. Maar dat gaan we nu een beetje gebruiken in wat voorbeeldopgave. Dus mocht dit te snel gaan, kijk nu even verder. Bijvoorbeeld, je kan zo over zo'n opgave spreken. We hebben hier de opgave in een azijnzuuroplossing heerst een evenwicht. Die zagen we net ook al. Noteer de evenwichtsreactie van azijnzuur en water en de bijbehorende evenwichtsvoorwaarden. Gaan we eerst maar even. Evenwichtsreactie van azijnzuur en water. Die geldt dus ook voor de KZ van azijnzuur. Daar geldt gewoon voor dat als ik azijnzuur CH3COH, die moet je uit je hoofd kennen, had ik al een keer verteld,
met HVO gaan noteren. Dan gaat er 1 H+ over bij zo'n evenwichtsfractie. En dan krijgen wij CH3COO minder uit, plus H3O+. De evenwichtsvoorwaarde die erbij hoort, is dus dat K, Z, mag je erbij noteren, is gelijk aan de deeltjes rechts van de pijl. De molariteit van de CH3COO- keer de concentratie H3O+, gedeeld door de concentratie CH3COOH. Nou, je kan ook die waarde even opzoeken. Als je die waarde opzoekt, dan kan ik hem hier even spieken. 1,7 maal 10 van de macht min 5 is die KZ-waarde. Dus die KZ die is 1,7 maal 10 tot de macht min 5. Maal 10 tot de macht min 5. Tekent, klein getal komt eruit, dus dan weet je eigenlijk wel, die noemer is heel groot, de teller is heel klein, het evenwicht ligt dus heel sterk links. Dus vooral veel van dit deeltje, weinig van het deeltje in de teller. Is informatie die soms wel handig is, zeker later. Nu komt de vraag bij de volgende opgave, bedoel ik daarmee. Nu komt de opgave, leg met behulp van de concentratiebreuk uit wat er gebeurt met de ligging van het evenwicht als we nu een kleine hoeveelheid azijn zullen toevoegen. Het is eigenlijk een beetje een herhaling van vorig jaar, verschuiving van evenwichten. Met behulp van de concentratiebreuk, dus we moeten dat verhaal over die teller noemen, Q wordt groter, Q wordt kleiner, dat soort verhalen doen. Oké, we gaan azijnzuur toevoegen. Zo even een voorbeeld om even wat te halen. We voegen azijnzuur toe, dus de molariteit azijnzuur wordt groter. Dus dat kan ik allereerst noteren. CH3COOH, die wordt groter. Nou, als dat gebeurt, dan wordt de noemer natuurlijk groter. Dan wordt de noemer groter. Dat hadden we zo geleerd. Dan wordt de noemer groter. Dus doordat we azijnzuur toevoegen, wordt die noemer hier groter. En de vraag is nu, hoe gaat dan dat evenwicht verschuiven? Nou, als de noemer groter wordt, dan wordt Q natuurlijk kleiner. Dan wordt Q kleiner. De uitkomst van die breuk wordt kleiner als je de noemer groter maakt. Dan wordt Q kleiner. En die wordt niet zomaar kleiner, maar die wordt kleiner dan die evenwichtsconstante. De evenwichtsconstante veranderen alleen als de temperatuur verandert. Die evenwichtsconstante, deze trouwens bij 298 Kelvin, staat er ook in de BIOS. Maar hij blijft in dezelfde temperatuur blijft gelijk. Q wordt kleiner dan K, maar een evenwicht zal zich altijd herstellen. Dus tijdelijk is het evenwicht eventjes verstoord. Maar wat gaat hij doen? Nou, Q gaat zich weer aanpassen zodat hij gelijk wordt aan K, zodat er weer een evenwicht komt. Dus, de volgende stap, dus Q wordt groter. Om weer gelijk te worden aan K, kan je bijzetten. Hoe kan Q dan groter worden? Nou, dan moet de teller natuurlijk groter worden. En de noemer wordt dan automatisch kleiner, maar dat hoeven we niet te noteren. Dus Q wordt groter doordat de teller groter wordt. Doordat de teller groter wordt. Nou, en dan kunnen we naar de eindconclusie. De vraag was, oké, hoe verschuift het evenwicht? Wat gebeurt er met de ligging van het evenwicht? Hoe verschuift die als we een kleine hoeveelheid azijn toevoegen? We voegen een kleine hoeveelheid azijnzuur toe. En wat gebeurt er nu? Nou, uiteindelijk zal het evenwicht naar rechts verschuiven, want uiteindelijk moet die teller dus groter worden volgens deze redenatie. Dus het evenwicht verschuift naar rechts. En zo legt hij dat dan uit. En je ziet, exact hetzelfde is dit zoals wij vorig jaar deden. Dus het evenwicht verschuift naar rechts. Alleen, nu hebben we een evenwicht van een zuur in water of een baas in water, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon. Ik wil je nog eventjes meenemen naar een paar andere dingetjes. Hier zie je het verhaal nog een keer terug. Kun je altijd even terugkijken in de classroom. Nog een heel bijzonder dingetje bij zuur en bazen is dat er deeltjes zijn die zowel als zuur en als bazen reageren. En aan de hand van die evenwichtsconstanten, van die KZ en die KB, kunnen wij ook beredeneren of een deeltje meer als zuur of meer als bazen reageert. Dat is altijd interessant om eens uit te zoeken. Deeltjes die zowel als zuur en als basis kunnen reageren, die noemen ze ook wel met een moeilijk woord amfolieten. Een heel bekende amfoliet die jullie weten is H2O. H2O weet u al van, hier bijvoorbeeld, neemt hij een H+ op. Kijk maar, hij wordt HRO+, dus hij reageert hier als basis. Want deze is een zuur. Maar als ik een basis toevoeg, gaat hij juist een H+ afstaan. Dus die kan bij. Maar we gaan nu een ander deeltje kijken. Ik heb bijvoorbeeld het waterstofcarbonaat. Die zal zich in water zowel als zuur en als bazen gaan gedragen. Maar wat zal hij nou het meeste doen? Wat zal er nou gebeuren? Als we die in water doen, zal je dan een zuuroplossing krijgen of een basisoplossing. De opdracht is altijd ook daarbij van, nou, noteer eens even de evenwichtsreacties en de evenwichtsvoorwaarden en beredeneer dan aan de hand van de concentratiebreuk en de KZ en de KB-waarden
wat het antwoord is op deze vraag. Dus we gaan eerst even saus noteren. Ik heb het hier alvast even gedaan. Als we even kijken, als we waterstofcarbonaat in water doen en hij gaat zich als zuur gedragen, neemt hij dus, staat hij dus een H+ af. Dan gaat een H+ van die naar H2O. HCl3- raakt een H+ kwijt, dus die wordt CO3-2-. H2O neemt een H+ op, dus die wordt HBO+. En daar wordt een evenwichtsvoorwaarde bij. En die KZ-waarde ga ik zo even trouwens zeggen. Kom eens op. Nu, HCl3- kan ook als base reageren. Dan neemt hij dus een H+ op van water. Dan komt er een H+ bij, wordt die H2CO3 en H2O verliest een H+, die gaat daarheen, wordt die OM-. Nou, je kan hier dus een evenwichtsvoorwaarde voor opstellen. En die ga ik ook eventjes doen. En die KZ en die KB die daarbij hoort, die moet je even op de juiste plek zoeken in de binance. En dit leidt altijd een beetje tot verwarring. Als ik kijk naar HCO3-, HCO3- staat hier op de rechter bladzijde. Daar staat HCO3-, het zuur HCO3-, die is de KZ-waarde 4,7 × 10^11. Dat betekent dat ik bedoel dat die KZ geldt voor als je HCO3- met water laat reageren. En dan ontstaat er inderdaad ook CO3-2. Dus dat geldt voor deze reactie. Plus water als het zuur reageert. Nou, dan is de KZ 4,7 × 10^11. Dus dat de evenwichtsvoorwaarde ga ik even bij noteren ook. CO3-2 keer de concentratie HBO+. Gedeeld door de concentratie HCO3-. En die waarde is dus gelijk aan 4,7 × 10^11. Bij 298 Kelvin is dat de evenwichtsconstante. Nu moeten wij ook de evenwichtsconstante van dit evenwicht vinden, van als HCl3- als basis reageert. Wat veel gebeurt, is dat mensen zeggen, dat zal wel op dezelfde regel staan. HCl3- als zuur is 4,7 × 10^11. Dan is de KB van de basis HCl3- is dan 2,1 × 10^4. Als je meekijkt thuis in je binas, dan zie je dat. Maar dat is de KB van CO3-2-. Dus dat is als CO3-2- met water reageert als basis. Maar het is niet CO3-2- die reageert als basis met water, maar het is HCl3. Dus het is een heel ander deeltje, die staat op een andere plek. Dus HCl3 dat hij als basis reageert, staat niet in dezelfde regel natuurlijk. Die staat ergens anders. En dan moeten we eventjes goed gaan zoeken. En dan zie ik hem staan op de linker bladzijde, een beetje onderaan bij de basislijn. Daar staat HCl3 als basis. En als hij als basis reageert, dan krijg je de bijbehorende zuur H2CO3 eruit natuurlijk. Dus die waarde is 2,2 × 10^8. Die geldt dus voor rechts gedeelte links. Dus H2CO3, de molariteit, keer de concentratie OH-, gedeeld door de concentratie HCl3-, die is gelijk aan 2,2 × 10^8. Nou, dit hebben we eerst even genoteerd en geleerd hoe het werkt. De vraag is nu, zal dit HCl3 meer als zuur of meer als basis reageren? Dan moet je het eerst volgende even goed bevatten. Als ik HCl3- deeltjes, waterstofcarbonaat-ionen, in water doe, gaat hij beide doen. Sommige HCl3-ionen staan een H+ af en sommige nemen er eentje op. En beide gebeurt. Dus er ontstaat een hoeveelheid HBO+ in water, maar ook een hoeveelheid OH-. Want daar draait het natuurlijk om. Als je meer als zuur reageert of meer als basis, dan zal er, als je meer als zuur reageert, zal er meer HBO+ zijn. Reageert hij meer als basis, zal er meer OH-min zijn. Nou, dat kunnen we afleiden uit die KZ en die KB-waarde. En vooral met de concentratiebreuk erbij. Deze uitkomst van deze breuk is natuurlijk groter. De KB is groter dan de KZ. Want het zijn minmachten. Dus KB is groter dan KZ. En als die KB groter is dan de KZ, hoe kan dat? Dat komt natuurlijk omdat de teller groter is dan de noemer. Dus de teller is hier groter dan dat die hier is. Dus, dat kan ik even bijzetten ook, de teller bij de KB van HCl3 is groter dan die van de KZ. En als de teller groter is, betekent dus ook dat de molariteit van de OH- groter is. Dus de OH- is groter, molariteit van de OH- is groter dan de molariteit van de HBO+. Dus hij zal meer als basis reageren dan als zuur. Want als er meer OH- is dan HBO+, is er meer
baas dan zuur. En zo kan je dat dus heel simpel afleiden. Hoe groter die evenwichtsconstante, hoe meer, hoe groter de teller is, hoe meer dat evenwicht dus ook naar rechts ligt. En dus heeft hij meer als baas gereageerd. Dus deze reactie naar rechts heeft meer plaats dan dat deze reactie naar rechts heeft plaatsgevonden. Nou, dit is hoe je met amfolieten erover kan praten. Echt een hele simpele redenatie zoals je ziet. Ik wil nog even één bijzonder dingetje even laten zien. En dan zijn we klaar met dit verhaal. Er is nog een heel bijzonder ion, daar wil ik het zo over hebben. Laat ik even beginnen met nog een instabiel zuur. Die gaan we later nog tegenkomen. Er is nog een heel gek zuur, dat heet koolzuur. H2CO3. H2CO3 ken je misschien wel, dat zit in alle frisdranken. Daar zit koolzuur in, noemen ze dat altijd. En dat krijg je, dat weet je waarschijnlijk ook wel, door koolstofdioxide in water te stoppen. Dat gaat met elkaar reageren en dan krijg je H2CO3 eruit. En dat is het stofje wat ze koolzuur noemen. Maar dat is een heel instabiel deeltje en dat gaat ook heel snel weer vervallen in H2CO2. Voor de duidelijkheid, dit is geen zuurbasisreactie, maar dit wil dus wel zeggen dat CO2, als je het in water doet, er een zuur kan ontstaan. Want deze heet niet voor niks koolzuur. Hij heeft dus de mogelijkheid ook om 2H+ kwijt te raken. Hij heeft er namelijk 2. Nou, gaan we later nog wel meer zien. Wat wel goed is om te bedenken bij dit soort evenwicht ook, dat deze bijvoorbeeld heel snel aflopend wordt naar rechts. Als jij jouw frisdrank, je fles met cola open laat staan, ja, de top eraf, dan weten we allemaal dat op een gegeven moment de bubbels eruit zijn, de prikkers eruit. Nou, dat komt omdat CO2 als gas de lucht in gaat, die ontsnapt. En als wij hier een stof weghalen aan de rechterkant van het evenwicht, dan kan de reactie naar rechts nog wel plaatsvinden, maar terug naar links niet. Dus je krijgt een aflopende reactie naar rechts. En alle H2CO3 wordt omgezet in H2O en CO2. De CO2 gaat de lucht in en er zit geen koolzuur meer in die frisdrank. En geeft dus ook niet meer, als je die in je mond doet, nog even wat CO2 die vrijkomt die lekker borrelt. Nou, eventjes een evenwichtsbeschouwing nog erbij. Dan nog het laatste. Jullie zullen ook nog wel eens soms hele gekke zuren tegenkomen. Deze wil ik wel even benoemen. Dat zijn zogenaamde gehydrateerde metaalionen. Als wij een metaalion in water doen, dan denk je, ja, als je gewoon AL3+, laat ik er even bij pakken, even mijn bordenwisselpak. Ja, daar is die. Als ik een AL3+ ion in water doe, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld Fe3+ ionen en Fe2+, dan krijg jij een zure oplossing, wat een heel gekke ding is. Want hoezo kan een AL3+ ion, hoezo kan die nou een zuur oplossing geven? Want een zuur oplossing, dan moet die H+'en kunnen afstaan, heeft niet. Nou, wat doet een aluminiumion en sommige andere metaalionen ook? Die kunnen een soort van manteltje van watermoleculen om zich heen verzamelen. En deze AL3+, die is in staat, zoals je in de formule hier ook ziet, 6 watermoleculen om zich heen te verzamelen. De totale lading blijft 3+. Waarom gaat hij zo gericht staan? Dat weet je ook. De OH-binding was een polaire atoombinding. En daardoor kreeg je dat die O een beetje negatief voor delta min, H wordt delta plus. En daardoor gaat hij ook aangetrokken worden door het aluminiumion. Aluminium. En zo hard aangetrokken dat het bijna een soort van één soort ion wordt. Dat noemen ze ook wel een complex ion. Of gehydrateerd metaalion. Nou, aluminium is zo groot dat hij 6 watermoleculen om zich heen kan verzamelen. En door die binding van het aluminium met dat zuurstofatoom, trekt elkaar zo sterk aan dat hij de binding van één OH-binding verzwakt hij eigenlijk de binding van. En daardoor is het mogelijk dat er eentje, één haartje, als een H+je, flop af wordt gestaan. En als dat gebeurt, als één van die 6 watermoleculen een H+je afstaat, dan wordt hij natuurlijk een OH, want er gaat een H2O af. En dan blijven er nog 5 watermoleculen over, de totale lading van het ion wordt 2+. En die H+ kan bijvoorbeeld een watermolecuul gaan, dan krijg je dus HDO+. Dus je krijgt een zure oplossing. Dit ziet er heel ingewikkeld uit, maar deze staat eigenlijk stiekem letterlijk in de binastabel 49. Daar zie je allemaal ionen staan, bijvoorbeeld het aluminium-ion, die staat zo. Dat is altijd even zoeken hier hoor, want ik zie ook de zink-ion hier staan en de Fe3+. Het aluminium-ion, oh ja, hier zo, hier onderaan, op de linkerkant, daar staat het aluminium. Gehydrateerd metaalion van aluminium kan je gewoon overnemen. Is blijkbaar een 6 watermolecuul, of je in je hoofd te weten. Dus 3+ de lading. En als die H+ afstaat, zie je daarnaast op de regel, dezelfde regel staan wat daarnaast bijbehorende basen wordt. Dus wat die oplevert. En dan zie je die notatie met OH en H2O 5 maal. Die moet je ook zelf kunnen opstellen. Maar je weet gewoon, die plus water wordt altijd die en dan H+ wordt overgedragen. Goed, heleboel informatie. Het is altijd veel informatie bij deze uitleg. Ik ga de opgaves proberen te maken en dan wens ik jullie daar heel veel succes mee.